Meneer de premier, mevrouw de minister. Hoe lang gaan jullie de bevolking nog voor de zot doen? In 2020 kwam je aan de macht en je zegt, kernenergie dicht. Je werd op je wenken bediend door Engie, die zei, we hebben daarvoor 3 à 5 jaar nodig. Meneer Lachart sprong op de trein. Kerncentrales, dat is een lijk kun je niet blijven opwarmen. En anders is dat palliatieve hardnekkigheid. Maar Poetin kwam je te hulp. Om je te verlossen uit die dogmatische groene waanzin. En je moest met je staart tussen de been naar Parijs. Je moest naar de staan, naar Engie, om te vragen, we komen niet met onze gascentrales die 42 keer meer CO2 uitstoten dan nucleaire centrales, mevrouw Van der Straan. We komen er niet en we willen er nog 2 gaan openhouden. En dan hoor ik ook de voorzitter van de MR, meneer Boucher, we moeten een akkoord hebben tegen 1 juli of we zullen de macht aan het parlement geven. U zelf zei, er moet een nucleair akkoord komen tegen midden juli. Niks gezien. 21 juli, nationale feestdag. We hebben een principesakkoord met Engie. Alleen Engie wist het zelf niet, want voor hen was het een niet bindende intentieverklaring. Ondertussen is Sinterklaas gepasseerd, die had ook dat akkoord niet mee. En terwijl we nu wachten op de kerstman om dat akkoord te krijgen, komt er een studie uit van Elia en Fluxus die zegt, we zullen terug dikke truiendag moeten organiseren, kaarsen branden als de verkiezingen voorbij zijn, want we hebben 1600 megawatt tekort. En wat doen de groene sandalen? Ze hebben terug de oplossing. Ze gaan kerncentrales van 10 naar 12 jaar brengen. En u hebt toch dan zelf gezegd, mevrouw Van der Straten, dat kerncentrale geen koekjesfabriek is. Maar u wilt er koekjes in bang. En nu, meneer de minister, zei, het is geen koffiezetapparaat dat met druk op de knop een bakje troost verschaft. Heel eenvoudig. Wanneer stopt die nucleaire carousel? Wanneer komt u tot inzicht en zegt u, maar ze nog 4:30 open houden? Laat me eerst en vooral geruststellen. In ons land gaat de lamp of gaat de verwarming niet uitgaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar de discussie in andere landen in Europa voor deze winter is een andere discussie. Hè? In Duitsland werkt men aan een industrieel afschakelingsplan. In Zwitserland heeft men plannen om te zeggen, elektrische wagens mogen niet gebruikt worden in de winter. In Frankrijk hebben ze een plan de délestage. In andere landen is men bezig om de meest vervuilende centrales, kolencentrales, te verlengen in de tijd. Een aantal van die landen vandaag, die hebben vandaag geen blackout. Dankzij wie? Dankzij ons. Dankzij ons land. Dankzij het feit dat we in ons land een stevig energiebeleid hebben, worden die landen vandaag niet blootgesteld aan een blackout. Dat zijn de feiten. Ik wil hier veel getoeter horen, maar dat zijn de feiten. Inderdaad, zekerheid in tijden die vandaag hoogst onzeker zijn. Hoogst onzeker. Het volstaat om daarvoor naar het nieuws te kijken, om te zien wat er in Frankrijk gebeurt. En het volstaat om naar uw energiefactuur te kijken, om te zien wat het effect is op de prijs. We worden vandaag geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, die het hele energielandschap in heel Europa en zelfs verder dan Europa grondig door elkaar heeft geschud. En daarbij komen de onverwachte problemen in Frankrijk. Frankrijk dat deze winter zijn eigen nucleaire horrorwinter beleeft. Wat is er aan de hand? Problemen in Frankrijk zijn gigantisch groot. Van hun 61 gigawatt aan capaciteit hebben ze vandaag 35 gigawatt beschikbaar. Dat zorgt ervoor dat ze moeten rekenen op import om bij hen in deze winter geen blackout, geen afschakeling te moeten hebben. En van waar komt hun import? Die komt van België. België, dat traditioneel importeur was uit Frankrijk, voert vandaag haar elektriciteit uit naar Frankrijk. Hoe hypocriet kun je zijn, mevrouw? Hoe hypocriet kun je zijn om vandaag te zeggen, wij voeren uit naar Frankrijk? Weet je waarom dat je uitvoert naar Frankrijk? Omdat er hier nog 6 van de 7 kernreactoren draaien. Maar moest het van de windmolens en de zon zijn, dan zit iedereen in de kou, mevrouw. Hoe hypocriet kun je zijn, mevrouw, om te zeggen, we zullen in de toekomst tekort hebben en we zullen moeten invoeren uit Frankrijk. Maar als we invoeren uit Frankrijk, dan zal het altijd kernenergie zijn, mevrouw. En hoe hypocriet kun je zijn om vandaag afhankelijk te zijn van de Fransen? Paars-groen, beste rode vrienden. Jullie hebben de boel verkocht
aan de Fransen. En Verhofstadt kreeg de Golden Share. Dat is de waarheid vandaag. En wat doen die andere landen rondom ons? En ik kan u zeggen wat Frankrijk doet naast de pannen, mevrouw. Ze installeren 2 kernreactoren extra na de 6 die er aan staan. De Nederlanders wonen er in Borselen, juist over de Schreven. Ja, in Polen nog een stuk of 6. De Duitsers gaan ze terug openen. De Britten zijn ermee bezig. Uit je doppen kijken, meneer de premier, en zorgen dat we morgen geen dikke truiendag hebben. Dank u. APPLAUS.